We zijn hier bij PRA in Zuid-Laren en wij zijn een onderzoeksinstituut en we doen onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Vaak gaat het daarbij om geneesmiddelen die nog nooit eerder aan mensen zijn toegediend. En dat betekent eigenlijk dat de veiligheid van de proefpersonen of gezonde vrijwilligers, zoals wij ze noemen, het allerbelangrijkste is. Om die veiligheid te kunnen garanderen hebben we een grote groep ervaren artsen, apothekers en verpleegkundigen in dienst die iedere dag de veiligheid van de proefpersonen bewaken en garanderen. In Nederland zijn er twee onderzoeksklinieken, één op het terrein van het UMCG en één in Zuid-Laren. Beiden hebben 70 bedden en bestaan eigenlijk al 30 jaar. Voor het doen van fase 1 onderzoek is het hebben van een bioanalytisch laboratorium heel erg belangrijk. In het bioanalytisch laboratorium bepalen we de zogenaamde farmacokinetiek monsters die we afnemen van de gezonde vrijwilligers en waarbij we kunnen bepalen wat de concentratie is van het nieuwe geneesmiddel, bijvoorbeeld in bloed of in andere lichaamsvloeistoffen of in allerlei weefsels. Met die bepalingen kunnen we kijken of het verstandig is en of het veilig is om een hogere dosering te geven bij de gezonde vrijwilligers of uiteindelijk bij patiënten. Die bepalingen die kunnen we vaak binnen een aantal uren of zeker binnen een aantal dagen ontvangen vanuit artsen. En daarmee kunnen we dus heel snel bepalen of we een volgende hogere dosering kunnen geven. Nou, we zijn hier in het bioanalytisch lab van PRA. Hier komen alle monsters binnen vanuit de eigen kliniek, die vervolgens geanalyseerd gaan worden. En daarnaast komen er ook monsters binnen vanuit andere klinieken. Dat is niet alleen klinieken, maar het zijn ook ziekenhuizen. En ook zelfs monsters van proefdieren die we ook analyseren. Het analytisch proces hier op het bioanalytisch lab begint vanzelfsprekend bij de ontvangst en opslag van de monsters. En dat zijn er op jaarbasis zo'n 150.000. Omdat wij in een gereguleerde omgeving werken, is het ook heel erg belangrijk dat de opslag van de monsters op een gecontroleerde manier gebeurt. En dat betekent dat de temperatuur van al onze vriezers continu gemonitord wordt. En mochten er problemen zijn, dan zijn er altijd mensen paraat om de problemen op te lossen. We werken veel met nieuwe geneesmiddelen. En dat zijn geneesmiddelen die in de vroege fase van het onderzoek zitten. En dat betekent vanzelfsprekend dat er nog heel veel nieuwe analysemethoden ontwikkeld moeten worden. Op jaarbasis zijn dat er ongeveer 80 binnen dit laboratorium. De basis voor die methodeontwikkeling kan zijn informatie van opdrachtgevers of al bestaande methodes die we over kunnen nemen. Maar soms is het ook zo dat we helemaal geen informatie hebben behalve het molecuul, de matrix en de gevoeligheid waarop wij moeten werken. En dan zullen we vanaf nul een nieuwe methode moeten gaan ontwikkelen. De methodeontwikkeling wordt hier gedaan door een team van specialisten, mensen met al jarenlange ervaring op het gebied van methodeontwikkeling binnen bioanalytisch onderzoek. Wat betreft het indicatiegebied van de nieuwe geneesmiddelen die we hier analyseren, is eigenlijk weinig lijn te ontdekken. Wat wel interessant is dat wij veel werk aantrekken voor met name anti-HIV middelen. En dat heeft te maken met het feit dat wij hier binnen dit laboratorium een specialistisch lab hebben, een zogenaamd biohazard lab, waar we op een veilige manier met geïnfecteerde monsters kunnen werken. Ja, wat betreft de methodes die we hier ontwikkelen, zitten we eigenlijk standaard tussen twee of eigenlijk misschien wel drie vuren. Ten eerste zijn de methodeontwikkelingen vaak wetenschappelijk uitdagend. Ze moeten heel gevoelig zijn, soms op laag picogram per milliliter niveau, in enkel geval zelfs lager. En daarnaast moeten al de methoden die wij valideren voldoen aan strikte regelgeving. En dat brengt allerlei beperkingen met zich mee. En tenslotte zijn we een commercieel lab. En dat betekent dat we ook de methodeontwikkelingen en validaties die we hier doen voor een redelijke prijs aan onze klanten moeten aanbieden. En er natuurlijk zelf ook nog geld aan over moeten houden. Nou, vanzelfsprekend gebruiken we verschillende analyse methoden, analyse technieken binnen dit laboratorium.
Voor kleine moleculen wordt grotendeels LC-MS toegepast. Typisch wordt een sample eerst geëxtraheerd met vloeistofextractie of solid phase extractie, voordat het uiteindelijk volautomatisch via de LC-MS wordt geanalyseerd. Het aantal samples per analytische run die we doen varieert heel erg. Net zo goed als het aantal samples binnen een klinische studie. Het kan variëren van een vroege fase studie waarin enkele samples geanalyseerd gaan worden, tot grote wereldwijde onderzoeken waarbij vele duizenden samples geanalyseerd moeten worden. Het aantal samples binnen een studie bepaalt ook mede of wij de handmatige opwerking toepassen of gebruik maken van robots. Een robot kan natuurlijk heel efficiënt grotere monsteraantallen automatisch opwerken. En de menselijke factor wordt dan een stuk minder. Naast kleine moleculen worden er ook in toenemende mate grotere moleculen, met name eiwitten, geanalyseerd. Standaard worden die geanalyseerd met bindingsassays zoals ELISA's voor, bijvoorbeeld. ELISA's karakteristiek of van oudsher worden colorimetrisch gedetecteerd, maar in toenemende mate ook steeds meer met chemiluminescentie. Naast de eiwitten als druk worden ook steeds vaker lichaams-eigen stoffen geanalyseerd, zowel grote als kleine moleculen. En die kunnen ook met beide technieken worden bepaald. Welke analyse technieken we ook toepassen binnen dit laboratorium, documentatie, controle en traceerbaarheid is van essentieel belang. En dat heeft te maken met het feit dat we werken in een gereguleerde omgeving en dat het zelfs nodig is om na 15 jaar, na einde van een project, nog steeds inzage te geven aan inspectieautoriteiten in de studies die we toen hebben uitgevoerd. Inspecties vinden regelmatig plaats en worden georganiseerd vanuit de Nederlandse overheid, maar kunnen ook Europees of Amerikaans van origine zijn. Die inspecties hangen vaak samen met de indiening van een geneesmiddel voor registratie bij die autoriteit. En uiteindelijk is het heel mooi om te horen dat er weer een geneesmiddel is geregistreerd waar wij onderdeel van het onderzoek hebben uitgemaakt. En uiteindelijk is het daar waar we het allemaal voor doen.